Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een AliExpress shoplog voor je. Ik had weer wat dingen gekocht bij AliExpress. En ik dacht ik ga je gewoon gezellig weer eventjes laten zien wat ik heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik heb gekocht bij AliExpress, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Wat ik een groot pluspunt vind bij AliExpress tegenwoordig is dat sommige producten binnen 10 tot 12 dagen al in huis kunnen zijn. Dit staat er dan ook duidelijk bij en dit geldt dan vanaf een bedrag van 10 euro. Dus als jij voor 10 euro of meer koopt en er staat dus bij een van de producten dat je producten binnen 10 tot 12 dagen in huis zijn, heb je je producten veel sneller in huis. Dat vind ik echt fijn. Ik heb wel het idee dat het niet meer echt dan uit China komt. Want ik zie hier bijvoorbeeld staan dat het uit Schiedam komt op deze grote zak. Lijkt me ook niet zo heel erg logisch dat het dan ook rechtstreeks uit China komt. Want dat red je volgens mij bijna niet in 10 tot 12 dagen. Ik had sommige pakketjes binnen 6 dagen binnen en de andere met 9 of 10 dagen. Dus het ging wel echt heel snel. Dat vind ik echt heel fijn. Ik zal de prijzen van de producten in beeld neerzetten en ik zal ook even een plaatje erbij zetten van hoe het product er op de website uitzag. Zodat je ook kunt zien of dat het in de werkelijkheid ook een beetje hetzelfde eruit ziet. We gaan gewoon beginnen. Ik heb hier allereerst een geel pakje. Ik heb natuurlijk al wel even opengemaakt, want ik wil natuurlijk wel even weten wat erin zat. En dit is een houder voor mijn Switch game doosjes. Ik ga hem even proberen los te maken, maar misschien is het niet zo heel erg handig. Ik heb dus een houder staan voor mijn Switch doosjes, maar ik heb dus nu inmiddels één doosje, die past er niet meer in. Ik wilde daar wel graag weer een houder voor. Misschien had ik hier een schaartje bij moeten pakken. Dat ziet er dan zo uit. Er zit nu nog plastic op de achterkant. Dat moet ik uiteraard weghalen. Die kun je dus neerzetten. Dan schuif je hier dus als het goed is zo je game in. Ik kan even een doosje pakken om te laten zien of dat het werkt. Want ik ben zelf ook wel benieuwd. Een doosje van de game. En dan zet je die er zo in. En dan staat hij er gewoon. Je ziet natuurlijk wel dat hij een stukje uitschuift. Maar dat is op zich niet erg. Maar nu kan ik er toch weer een 12... in kwijt. Dat vind ik dan toch mooi om dat bij elkaar te zetten en dat is leuk in doosjes. Dus dat is het allereerste item die ik heb gekocht. Ik moet zeggen, hij voelt ook steviger aan dan dat ik in eerste instantie had verwacht. Dus daar ben ik heel blij mee. Het zou kunnen dat hier ook nog andere games in kunnen. Andere game doosjes van misschien PlayStation of Xbox. Maar dat durf ik niet met de volle 100% zekerheid te zeggen. Omdat ik hem echt bij de Switch accessoires heb gevonden. Maar het zou kunnen dat die er ook in passen. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, zou je er altijd even naar kunnen kijken op AliExpress zelf. Het volgende pakketje wat ik heb zit in een klein doosje. En ja, dat is een klein mini wekkertje, zoals je kunt zien. Hij doet het ook echt. Er zit aan de achterkant een stripje. Ik laat deze zitten. Voor het cadeau voor de baby wat ik maken had, heb ik een klokje nodig. En toen zag ik dat je die bij AliExpress heel goedkoop kon bestellen. Je hebt ze in verschillende kleuren. Het is gewoon eigenlijk een heel klein wekkertje. En ik denk hij gaat ook wel echt lopen. Maar ik ga hier dus de geboortetijd mee inzetten voor de baby. Dus ik vond hem heel leuk. Verschillende kleurtjes. Ik heb voor een basic kleurtje gekozen. Omdat ik natuurlijk niet wist wat de baby werd voor geslacht. Dus vandaag gewoon een witte. Het volgende item wat ik heb, dat zijn dus twee van deze game card houders. Het zijn eigenlijk hoedjes voor je Switch games. In de vorige AliExpress shoplog had je kunnen zien dat ik er eentje had binnengekregen. Dat was niet de goede, want ik moest dus deze hebben. Dit zijn dus gewoon van die houders, daar kun je Switch games in doen. Ik kan er wel even eentje openmaken. Deze is van Animal Crossing. Ik heb daar ook een voorkant van voor mijn Switch dock. En het is een spel wat ik eigenlijk vanaf het begin dat ik hem heb, was ook mijn eerste spel, nog steeds elke dag speel. Dus dat is die. Dit zijn de Nook broertjes. En ik heb dan ook deze. Dit zijn de Animal Crossing blaadjes die je daar vaak ziet. Ik zal hem even openmaken. Dan kunnen we ook gelijk zien hoeveel kaartjes erin kunnen.
Zo ziet hij eruit. Het is heel handig. Er zit hier een clipje op de zijkant. Die klep je open. En dan kunnen er dus 12 kaartjes in. Je kunt er dus 12 switchkaartjes in doen. En aan de bovenkant kun je hem er heel makkelijk uit halen. Dus dat is wel super handig. Dus ja, dat vind ik wel, wel handig. Ja, weet je, ik vond deze gewoon heel leuk. Ik dacht, nu hebben ze ze. Laat ik ze dan gewoon nog maar eventjes erbij doen, weet je. Want ik ga ervan uit dat ik in de komende jaren zeker nog wel Switch Games erbij heb. En vind ik het gewoon makkelijk als ze bij elkaar zitten. Dus twee van deze hoesjes voor mijn Switch Games. Oké, dan gaan we door naar het volgende pakket. Alles kwam trouwens ook weer in zo'n grote zak en één pakketje van los. Maar ik heb in totaal dit allemaal in 4 leveringen gehad. Dus dat is misschien wel handig om te vermelden. Wat hebben we hier? Sommige dingen vallen er een beetje uit, zo te zien. Oh, dit gaat echt fantastisch. Het volgende pakketje. En wat zit hierin? Even kijken. Ja, dit is top. Dit zijn mijn nieuwe horlogekoffertjes. Ik zal er even eentje uithalen. Ik heb natuurlijk een smartwatch en ik heb daar altijd een screenprotector op. En die van mij die wordt heel slecht. Dus ik heb nu een nieuwe. Ik hoop wel dat die past trouwens. Ja, hij past. Nou, die ga ik er denk ik straks gelijk even omheen doen. Want die, ik heb ze nu van de Action en die gaat lucht onder zitten. Die ziet er gewoon niet mooi uit. Kijk, kun je zien. Allemaal lucht eronder. Ik dacht, ik bestel ze bij AliExpress. Ik had niet verwacht dat ze ook weer zo'n zwarte rand zouden hebben. Op zich stoort het mij niet, want ik heb een zwart horloge. Dus ik heb daar eventjes kijken hoor. Het was een combi deal. En dat vind ik niet erg, want dan heb je er gewoon wat meer. Want je moet ze gewoon regelmatig vervangen. Dit zijn ook van die glasplaatjes, zeg maar. 4 van die plaatjes krijg je. En dan zitten er 5 zelfs. Ik heb 5 plaatjes. Een dingetje om glad te trekken. En dus heel veel van die doekjes om je horloge weer schoon te maken. Dus dat is wel ideaal. Dus dat is dat. Heel fijn. Nou heb ik wat clear stamps besteld. Ik was eigenlijk heel erg verbaasd dat ik die bij AliExpress kon vinden. Want ik heb clear stamps gevonden met Nederlandse teksten erop. Ik heb hier dit setje. En dit is vooral ook een beetje als je mensen een hart onder de riem wil steken. Ja, of als er iemand is overleden. Want je hebt bijvoorbeeld gecondoleerd. Maar ook beterschap. Op een goed herstel. Veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijd. Dit zijn eigenlijk een beetje troostende clear stamps. En ik was dus heel erg verbaasd dat AliExpress Nederlandse teksten verkocht. Dus ik heb een setje met deze gedaan. Hele ja, goede teksten. Ik ben wel heel erg benieuwd ook ja, of ze een beetje goed stempelen. Dus dat zijn die. Maar ik heb dan ook een setje met voor felicitaties. Dus proost op je verjaardag. Een kaart is als een taart. Het hoort erbij als je verjaart. Echt een beetje van die felicitatiestempels. Super leuk. Ook in Nederlandse teksten. En ik was echt heel blij dat AliExpress dit verkocht. Want als je dit bij de Nederlandse websites koopt, ben je er een stukje duurder uit. Zelfs eentje voor de kerst zit erbij. Ja, gewoon een cadeautje. Proost op het nieuwe jaar. Nou, gewoon echt hele leuke teksten. Je hebt er volgens mij nog meer. Dus ik ben wel eens benieuwd wat ze nog meer hebben. Maar aangezien ze er echt zo goed uitzien, zou ik er benieuwd naar zijn naar de andere varianten. Dus ook zeker een aanrader als je dat soort stempeltjes zoekt. En deze waren dus ook met snelle levering dus binnen. Oké, wacht even hoor. Ik word helemaal gek van die zakjes. Het volgende pakketje wat ik heb, dat is een telefoonhoesje. En dat is Makeup is my art. En dat is deze. Ik vind hem er heel erg leuk uitzien. Ook leuk met dat roze en dat wit. Eén dingetje valt mij op. En dat was op de website niet. Want je hebt dus weer zo'n stukje ertussen zitten. Op de website stond dus dat hij dat stukje niet had.
En ik vond het zelf heel prettig om weer een keertje een camera protector erop te doen. Maar dat gaat dus niet met zo'n stukje. Dus ik had niet verwacht dat deze erop zat. Dus ik was even verbaasd dat hij erop zat. Maar ik vind hem wel super leuk met al die make-upjes erop. En ik, ja, het is gewoon verder. De zijkant is transparant. Er zit ook zo'n klein gaatje in waar je eventueel een koordje aan kan hangen. Of wat dan ook. Het is wel een heel erg mooi hoesje. Dus daar ben ik wel heel blij mee ook. Het is altijd leuk, hè, met dit soort video's. Je hebt echt overal liggen van die pakketjes te vallen. Volgende. Dat is deze. En dit zijn weer wederom clearstems. En dit zijn clearstems van Minnie Mouse. Ja, deze vond ik heel leuk. Ik ben fan van Disney. En ik vond deze gewoon hele leuke stempeltjes. En ik heb ze ook al gebruikt, moet ik zeggen. Ze werken goed, want ik heb ze gebruikt in de verjaardagskaart van Lente. Want die had een Minnie Mouse feest. We vonden gewoon hele leuke stempeltjes. En ze zien er gewoon super leuk uit. Minnie, Mickey. Nou, hier nog een keer samen. Een leuke ballon. Wat teksten. Ja, echt super leuk. Disney is tijdloos. Ik vind dit soort stempeltjes super leuk. En leuk dat AliExpress dat ook heeft. Dus ook heel erg geschikt voor clearstamps dus. Dan heb ik hier een pakket en die zit zelfs nog dicht, want ik weet al wat hierin zit. Ik ga ervan uit namelijk dat dit mijn nieuwe... Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik weet niet eens of het heel handig is om dit open te maken, want het zit natuurlijk heel goed vast. Dit zijn namelijk nieuwe... screen protectors voor mijn telefoon. En daar krijg je er dus 4 van. Mijn telefoon die had een nieuwe screen protector nodig. Want die was echt helemaal aan vervanging toe. Dus die heb ik gewoon bij AliExpress besteld. Dus nu heb ik mooi weer een nieuwe. Die van mij die was helemaal gebarsten. En ik kreeg er zelfs een beetje zere vingers van. Dus in ieder geval ook weer eventjes mooie nieuwe screen protectors. Je krijgt er dus 3. En dan ook weer met allemaal van die doekjes erbij. En van die stickertjes om het stof weg te halen. Dus daar ben ik wel super blij mee. Want die had ik wel echt heel erg hard nodig. Dan dit pakketje. En... oh ja, ik weet het alweer. Dit is een bakje. En daar kunnen dus van die... bepaalde doekjes in. Van die stofdusdoekjes die je voor je nagels kunt gebruiken. En ik zag dat ze daar een heel leuk bakje voor hadden. En hij is roze. Die ga ik dus leuk in de douche neerzetten. Kijk, is gewoon een super leuk bakje. Ik weet niet hoe dat open gaat. Oh, zo. En hier kunnen dus van die doekjes in. Nou heb ik die doekjes ook besteld. Dus die zal ik zo laten zien. Maar ik dacht, het staat wel leuk. Vooral als je je nagels gewoon een keer af wilt doen. Je had hem in verschillende kleuren. Maar uiteraard, je kent me. Dus roze is mijn favoriet. Dus er is weer een roze gekomen. Ik ga hem nog even terug doen. Want ik ben er nog niet helemaal klaar voor om het te gaan gebruiken. Maar dat vond ik wel super handig, zo'n bakje. Dan ga ik naar, even kijken hoor, deze zak toe. En dat zijn ook de laatste pakketjes. Kijk, want hier heb ik dus van die doekjes. En ze zitten wel in een boxje, maar dit is niet zo'n heel standaard boxje. Maar het zijn dus gewoon van deze wipes. Waarmee je dus je nagels mee af kunt doen. Ook voor het stof of zo. Dus ja, als je bijvoorbeeld een keer je nagels eventjes hebt geveld, kun je ze eventjes ontstoffen. Dus je krijgt ze, zitten dus al wel in een bakje. Maar ja, dit bakje staat natuurlijk gewoon veel leuker, die roze. Dus daar ga ik ze dan gewoon in doen. Dus dat vond ik wel super handig. Er kunnen dus 2 setjes in. Ik heb nu 1 setje. Maar je krijgt volgens mij best wel veel doekjes. Dus dat vond ik wel super handig. Dan het laatste pakketje en dat is dit. En dit is een koffertje voor mijn camera. Als je mij langer volgt weet je dat ik een nieuwe camera heb gekocht afgelopen jaar.
En die wilde ik natuurlijk goed beschermen. Toen ben ik gaan kijken naar een cover en die vond ik bij AliExpress. Je had meer verschillende kleuren. Oké, het zal er misschien niet zo heel mooi uitzien. Maar ik vind het gewoon fijn dat die beschermd is. Dus als ik deze eromheen doe, dan heb ik gewoon een hele beschermde camera eigenlijk. En dat vind ik gewoon heel fijn. Je hebt hier ook gewoon gaatje voor het lampje. Dus ik vind het heel fijn. Je hebt een bescherming voor je, je lens. En de achterkant is gewoon open. Dus je scherm blijft gewoon zichtbaar. Als het goed is kun je je scherm ook gewoon uitklappen. Ik ga hem straks gelijk eromheen doen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ook de zijkant is gewoon open om op te laden. En als het goed is kun je ook gewoon nog een touwtje erin doen. Je had hem in verschillende kleuren. Maar ik heb dus gekozen voor een zwarte. Omdat ik ook een zwarte camera heb. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nou, dan waren dit al mijn AliExpress pakketjes die ik heb binnengekregen. Ik ben blij dat ik het heb opgenomen, want dan kan ik het ook lekker gaan gebruiken. Het voelt gelijk hier als een bende met al die zakken. Dat gaan we zo gelijk eventjes oplossen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij nog wel eens dingen bij AliExpress koopt. Of dat je het juist al een hele tijd niet meer hebt gedaan, omdat het je niet zo aanspreekt. Wat jij eventueel het leukste item vindt wat ik heb gekocht. Ik ben in ieder geval super blij met alle spulletjes. En ben blij dat ik het lekker kan gaan gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een mail. En zodra ik een nieuwe video heb geüpload en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!